Hallo allemaal. Nou, zoals jullie zien, een druk bezette tafel. Ik moet toch nog meer kerstkaarten maken. En ik zal jullie laten zien dat ik dus met één en hetzelfde model toch drie verschillende kaarten kan maken. Ik heb hiervoor, zoals je hier op de prikmat ziet, heb ik gestanst de sneeuwman. En in het wit uiteraard en geëmbost. En die leg ik even weg. Ik heb de kerstboom gestanst. Die leg ik even weg. En ik heb sneeuwranden gestanst. De sneeuw. Oeps. Het zit in een doosje met magneetvel. De sneeuwrand van Marianne. En ik heb van Leane het dorpje gebruikt. Om even op die sneeuwrand terug te komen. Je hebt natuurlijk een positief en een negatief. En het negatief kun je ook gebruiken. Ik heb natuurlijk niet zo'n hele grote ruimte hier, dus ik zal even iets opzij schuiven. Dit is namelijk het negatief van de stans, zoals die eruit is gekomen. Ik leg hem even recht neer. Ik neem een liniaaltje. Zo. Dit kan ik weggooien. Deze kant ook. Even een beetje netjes recht leggen. Zo. En ik gebruik dus de ruitjesliniaal van Marianne. En ik leg hem zo neer dat ik ongeveer een halve centimeter boven het hoogste puntje kom. En in dit geval is dat heel makkelijk, want zodoende kan ik ook heel makkelijk hier nog 6 mm breed dubbelzijdig tape plakken. Want dat is voldoende om hem vast te zetten. En dan schijnt het niet door. Zo. Dus, dat is een tip. Dus als je er één keertje één uitsnijdt, dan heb je er eigenlijk twee. Nou, misschien weten jullie dat al. Er zijn wel meer mensen die dat begrijpen. Verder heb ik dus de bloemen gemaakt. De kleine poinsettia's van Marianne. En die ga ik allemaal vastzetten met een bretje. Lichtgroen. Een spacer. En ik heb gaatjes erin gemaakt. Ja, dankjewel. Mijn zoon die zet even koffie neer. Want het is nog vroeg. En de wereld is wit. En we kunnen helaas niet op de markt staan, want ik heb een klein beetje pech met de auto. Dus die staat bij de garage. Zo, ik heb dus voor drie kaarten drie bloemen gemaakt. Daar ligt die. Die andere laat ik even liggen, dat doe ik straks. De eerste kaart die ik ga maken doe ik met de sneeuwman. En ik heb dus, dat moet ik eigenlijk eerst even vertellen. Het dessinpapier wat ik gebruik, dat komt uit een bloknootje van Yvonne Creations. En ik had dus nog wat restjes over. De achterkant van dit velletje is groen. Ik heb dus de sneeuwman in wit gestanst. Zijn neus uit een stukje rood geëmbost en zijn sjaaltje en zijn hoed uit een stukje wat ik over had van dit velletje, het groen. We passen de kleuren een beetje bij elkaar. Ik ga dit even wegleggen. Zo. En dan ga ik dus... Dit gaat de kaart worden. De kaart is 13,5 bij 13,5 dubbel gevouwen. Hierop komt... dat heb ik gesneden op 13 bij 13. Eén velletje van Yvonne Design. Yvonne Creation, sorry. En... Dat is onder andere ook deze en die. Deze is met boompjes. Dit is het velletje met de ruitjes en de sterretjes. En dit is ook een geruit velletje. Dat heb ik gesneden op 13 bij 13. Ik zal dit even wegleggen. Dan wordt het iets kleiner dan de kaart. En dan is het om een lijstje te maken op de kaart. Ik zal dit even opzij leggen. Ik zal het even laten zien. Ik leg het hier op een snijmat. Wacht even. Ik doe het aan deze kant.
En ik kijk op mijn mat naar 13. Ik heb hier 5, 3 en 5 ruitjes. Dat is samen 13. Liniaal. En langs. Ik gebruik heel veel de ruitjes op mijn snijmat. Dan doen we het aan deze kant ook. 13 bij 13. Zo, dit kan ik weggooien. En dan moet die diagonaal doorgesneden worden. Om dat precies te kunnen doen, zorg ik dat die puntjes op een dikke lijn op mijn snijmat liggen. Dat is het makkelijkste. Dus ik snijd hem door. Zo. Nou moet hij nog een keer doorgesneden worden. Ik leg de brede kant gelijk met een dikke lijn. En de punt van boven ook weer op een dikke lijn. Dan heb ik precies de helft. En snijd dit dus door. Zo. Dat doe ik ook met deze. Maakt niet uit waar je hem neerlegt. Als je hem maar aan de onderkant op een dikke lijn legt. Je zorgt dat de punt op een dikke lijn ligt. Dat zie je het goed. Dan heb je de helft. Even kijken, zo. En ik heb dus 4 driehoeken. Deze 4 driehoeken, die heb ik hier al voorbereid. Met plakband. En die gaan dus op de witte kaart. Met de basis op deze manier. Ik haal vast één stukje eraf. En omdat je hem dus iets kleiner hebt gesneden, krijg je het effect zo. Als ze alle vier erop zitten, de hoeken, dan is het net alsof het een lijstje is. Wat in verstek is gesneden. Zo. Dat gaat even daar naartoe. Dan gaan we de volgende doen. Ik haal even een stukje los. Ik laat nu wel even alles zitten, want ik moet wat meer schuiven. Zo. Zodat die afstand ongeveer hetzelfde is. Klein beetje op het oog. Vast. En hij zit. Dan kunnen we deze eraf halen. Deze. Zo. En zo gaan we deze hoeken verder plakken. Ik haal weer een klein stukje los. Ik vouw het hoekje even om. Zodat ik weer kan schuiven. Even kijken dat hij een beetje gelijk ligt. We zetten het even vast. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het goed? Zo, nou, nog eentje. Zo, nog één hoekje en dan is het klaar. Zo. Je weet de weg. Ja, er komt even iemand binnen. Er is markt vandaag. En de mensen die kunnen bij ons even gebruik maken van de wc. Zo. Nou, dit wordt dan de laatste. Ja. Deze eraf. Dit eraf. En dat is de basis. Zo, ik zal eventjes de papiertjes opruimen. Want. Zo. Nou, even kijken. Dan doe ik hem even open. De vouw zit aan deze kant, dus ik leg hem even daar neer. Ik zal dit even weghalen. Verder komt er dus op dit vierkant met een designpapiertje. Maar voordat ik dat vast ga plakken, ga ik eerst de bloem vastzetten. Want ik wil dus sneeuwrand hier doen. Ik wil de sneeuwman erop zetten. En de sneeuwbloem, de sneeuwster. Ik heb ook met de pons van Nelly Sneller blaadjes geponst.
En die heb ik gedaan, gemaakt. Uit de achtergrond ook, waar ik, even kijken, waar is die hier? Zo. Waar ik het dasje van heb gemaakt. Dan komt die kleur terug. Ik heb dus ook een groene bret gebruikt. Kijk, en dan wordt dit wordt dat dus. Nou, dan gaan we verder. Maar ik wil die bloem dus in de hoek hebben. Dus ik ga eerst even dit opzij houden. Want het is een beetje dun papier. Ik krijg het niet zo makkelijk te pakken. Ik ga dus nu eerst dit vierkant. Dat is 10 bij 10 centimeter. En het komt op een mat van 10,5 bij 10,5 centimeter. Ik heb dus al overal dubbeltape geplakt, want anders dan duurt het nog langer. Voilà. Zo. Nou, die zit ook. Die bloem wil ik aan deze kant hebben. Volgens mij heb ik nog ruimte genoeg, dus ik prik een gaatje. Even kijken, waar heb ik mijn prikpen? Hier is mijn prikpen. Ik gebruik hiervoor die dikke prikpen van de Magic Dots. Die maakt een mooi groot gat. Zo. Een klein beetje ruimer. Ik had hem al vastgezet, maar ik doe even de lipjes terug. Zo. En zet hem hier op de kaart vast. Want als je hem dan straks vastplakt, dan zie je die pret niet meer. Zo. Nou gaan we het op de kaart zetten. Ik vouw weer een stukje om, want dan kan het weer schuiven. Een klein beetje op het oog. Zo. Ja. Zit hij recht? Ja. Zo. Deze dus. Zit er weer af. En ik hoor al van heel veel mensen dat ze die tip hebben overgenomen, want zo kun je altijd even schuiven. Ik zag ook trouwens dat in het Hobbyjournaal deze tip stond. Die heb ik ook jaren geleden doorgegeven op de site van Hobbyjournaal. Nou, dit is dus vast het begin. Dan krijgen we de sneeuwman. Daar heb ik een stukje foamtape achter geplakt. En ik denk dat ik die een beetje hier ga doen, zo. De sneeuwrand heb ik met dubbel tape gedaan gewoon. Dat kan ik er wel helemaal afhalen. Dat komt al een beetje. Zo. En dan hebben we nog het takje. Voor eventueel onder de sneeuwster. Maar ik denk dat het leuker staat aan deze kant. En hiervoor gebruik ik mijn lijmstift. En ik smeer een klein beetje lijm overal. Het is net een pen, een bolpen. Dus ik weet niet of jullie hem kennen. Ik zal het even hier laten zien. Maar ik ben links, dus ik zit altijd aan deze kant te manussen. En dit is dan het takje. Even vasthouden. Hier onderaan plak ik een tekst aan de sticker. Even kijken. Oh, dat is niet de goede, zie ik. Dus ik moet even een sticker pakken met prettige feestdagen. Dat plak ik gewoon hier op de sneeuwrand. En dan wordt dit dus de kerstkaart. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar het is dus leuk, denk ik. Gauw klaar. En je hebt nu het idee alsof het in een lijstje zit. Ik ga nog even verder met de andere kaarten die ik heb voorbereid. Ik zal het even laten zien, dat de bedoeling is. Ik heb één kaart dus met het ruitjespapier. Dus dat komt dan zeg maar zo. Zo. En eventjes een beetje zo neerleggen. Hierop komt dan het stippeltje. Want in het blokje van Yvonne Creation zitten hele leuke papiertjes. Ik kan dus dit stippeltje doen. Ik kan ook het rode stippeltje pakken. Kijk. En dan komt er dus inderdaad een sneeuwrand
En deze ga ik dus doen met de kerstbomen. Zo. En dan komt dus de bloem daar. Ik zal hem er even een beetje op leggen zo. En dan hebben we ook nog de derde kaart. Zo, ik zal dit heel even bij elkaar houden. En de derde kaart die wordt gemaakt van het papier van met de kerstboompjes. Dus je legt de basis, de brede kant, die leg je zo aan de kant. Zo. Dan gaat daar dus op ook weer 10,5 bij 10,5 met bijvoorbeeld dit stippeltje. En de sneeuwrand. En het landschapje van lianen. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Met een sneeuwster. Hier een hoekje. En misschien een paar sterretjes nog. Nee, je hebt altijd wel iets in je restjesbakje zitten wat leuk erbij komt. Nou, dit was het dan eigenlijk. Ik ga de kaarten verder afmaken. En dan hoop ik dat ik eindelijk genoeg kerstkaarten heb. Ik kom steeds tekort. Mijn zoon die komt nog. Mam, heb je nog een paar kaarten? Want die had ook ineens weer een paar adressen. Dus ik ga gewoon even weer aan de gang. En ik hoop dat jullie ideeën hebben opgedaan. Ik zou zeggen, tot de volgende kaart. En een fijne dag.